Ja, wat ga je vandaag allemaal nog doen? Zes kamp heet het en dan ga je onderdelen doen. Heb je goed geoefend? Nee. Breda nu. Jongens, waar zijn we vandaag? In Effen! En wat is hier vandaag te doen? Dorpsfeest! Daar hebben we er zin in! Ja! Ja, naar beneden! Ja! 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 Wat staat er vandaag wel op de planning? Nou, we hebben onder andere een zeskamp. Mm-hmm. En ja, een stormbaan hebben we. We hebben spijkerbroek hangen. Eigenlijk voor allerlei leuke dingen om de buurt een beetje bij elkaar te brengen. We zien hier mensen die hier al hun leven lang wonen. Mm-hmm. We zien hier ook mensen die er pas net wonen of er wel gewoond hebben, maar ergens anders naartoe vertrokken zijn. En ja, zo is het een beetje leuk om de buurt bij elkaar te brengen. Dus straks zijn we mee met de zeskamp? Ja, we doen mee. Echt? Dus... Doe dan maar niet meer interviewen. Ja, dat kunnen we gewoon doen. Hè. We gaan u volgen natuurlijk. Hè. We gaan hoe gaan die spijkerbroek hangt. Nee. Dat willen we wel zien natuurlijk. Nee, dat is geen strak plan. Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Op de springkussen en met de bal gespeeld. Ja. Met de DJ? Ja, klopt. We gaan ons best doen. Ja, heeft u er iets zin in? Ja, tuurlijk. En anders roepen we Axel, hè, dan komt hij ons even helpen. Hè. Toch? En wat draait u nou vooral? Ja, van alles. Veel Nederlandstalig. Allemaal wat oudere mensen. Hoe schat u uw kans in? Ik denk dat we van de 7-7 dus worden. Dat weet je niet. Nou, ik hoop er wel iets hoger voor. Nee, we zijn een oudere generatie vergeleken met de rest. Dus, Nou, maakt er niet uit. Ja. Alles kan in Effen. Daarom, wie weet. Wie zal het zeggen? Wat heb jij vandaag allemaal gedaan? Met mijn zusje geweest en mensen leren kennen. Ja, wat ga je vandaag allemaal nog doen? Zes kamp heet het en dan ga je onderdelen doen. Heb je goed geoefend? Nee. Hoe voelt het? Onwennig. Ja, je moet even bijkomen, merk. Nee, meer een beetje gevoel krijgen.